De schoolcampus Mungotapu in het district Marowijne wordt binnenkort deels opgeleverd. Het schoolgebouw is al zo goed als af. Wij brachten donderdag een bezoek aan de campus. Op dat moment was een technisch team druk bezig met de bouw van de leerkrachten- en studentenwoningen. Districtscommissaris Olivia Domini gaf aan dat het de bedoeling is om de school nog voor het eind van deze maand open te stellen. Wat ik ervan weet is dat ze bezig zijn af te ronden, want ze willen de opening van die school deze maand nog hebben. Dus alles kort wel? Ja, het vlot wel. De werkzaamheden verlopen wel goed. En het was het streven van de VP dat de school open gaat in oktober. Ik hoop dat ze het halen. Ja, ik hoop dat ze het halen. Want ik heb gekeken naar het terrein, het erf, mooi netjes gedaan. En het gebouw is ook al geschilderd. Je zal wel hier en daar kleinigheden hebben. Waaraan er nog gewerkt moet worden, maar het geheel staat er al. De bouw van de campus is in februari van dit jaar begonnen. De looptijd van het project is 8 maanden. Op de campus zal secundair en technisch onderwijs verzorgd worden. Het wordt de eerste middelbare school in het district Marowijne. De school ligt ongeveer 7 kilometer verwijderd van het dorp Mungotapu dichtbij Albina. Bij de eerste steenlegging gaf vice-president Ronnie Brunswijk de garantie dat de school in oktober geopend zou worden. President Chandrika Persat Santokhi zei toen dat de bouw van de school gezien moet worden als een aanzet tot grote ontwikkelingen die de regering op gang wil brengen in Marowijne.